De werkzaamheden aan de Maastunnel zijn eerder klaar dan gepland. De tunnelbuizen richting Rotterdam Zuid gaat morgenochtend, woensdag dus, om zes uur weer open. Het ventilatiesysteem van de tunnel is schoongemaakt en er is asbest weggehaald. Volgend jaar, zomer, gaat de tunnel weer dicht voor werkzaamheden. Sander Vee, de moordenaar van het Dordtse meisje Mili Boele, wacht nog altijd op behandeling door het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Daardoor wordt het hoge beroep voorlopig aangehouden. Minister Donner zei vorige week dat hij extra psychiaters wil vrijmaken voor het onderzoeken van verdachten. De politie is op zoek naar een TBS'er uit de Kijverlanden in Portugal. De man had zich gisteren moeten melden bij de kliniek, maar kwam niet opdagen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil niet zeggen waar de man TBS voor heeft gekregen. Woensdag is het wisselend bewolkt. Plaatselijk valt er een regen- of onweersbui. Het is drukkend warm met temperaturen nog wel van zo'n 24-25 graden diepe landinwaarts.